Hallo toeliefhebbers en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Kjeld en vandaag gaan we de zesde etappe alweer in de Tour de France 2021 bespreken. Een 160 kilometer lange rit stond er vandaag op het programma voor het peloton. De start was vandaag in het plaatsje Tours en ging naar Châteauroux met één beklimming van de vierde categorie halverwege en natuurlijk ook een tussensprint. Vanuit de start reden gelijk een sterke kopgroep weg met mannen zoals hardrijder Solenkrak Andersen vorig jaar in de Tour. Nog twee ritoverwinningen, Thomas de Gent ook altijd goed in ontsnappingen, hardrijder Kasper Asgreen en de led Tom Skewins. Binnen groep werd er echter veel gekissenbist en het peloton was ook niet van zins om ze zomaar te laten gaan. Dus werden ze weer ingerekend door het peloton. Maar nog voordat ze net werden ingerekend sprong de Belg Greg van Avermaat weg. Uit het peloton kon alleen Rocker Kloeken mee en met enige moeite achterhaalde hij de koploper Greg van Avermaat op zo'n 120 kilometer van de finish. De enigste beklimming vandaag was de Côte de Saint-Anguian. Dat ene puntje dat daar lag ging naar de Belg Greg van Avermaat. Het was geen bedreiging voor de leider in het bergklassement, Ide Schelling. Want hij had al heel veel punten, Ide Schelling. En Greg van Avermaat ook deze hele Tour nog geen één bergpuntje gepakt. Er was ook een tussensprint in Lucé-le-Male. In de kopgroep kwam Greg van Avermaat daar eerst over de streep. En als tweede Kloeken, daar werd niet echt omgesprint. Maar ja, wat valt er om te sprinten? 20 punten, ja. Voor beide niet heel interessant. Misschien wel voor het geld. Maar dat maakt allemaal niet uit. En in het peloton kwamen alle topsprinters naast elkaar. Maar het was uiteindelijk de Italiaans kampioen op de weg. Sonny Cobrelli won de sprint voor de Belgen Philipsen en Australiër Michael Matthews. De rest van de etappe was er niet zo gek veel gebeurd. Een Greg van Avermaat en een Kloegen die gewoon ronduit 2 minuten kregen. Meer niet en gewoon de hele dag op kop reden. Maar op 3,1 kilometer geen hele grote valpartij. Maar wel een belangrijke hulptroep van Arnaud Démare lag er op de grond. Het was Jacopo Guarnieri. Een Italiaan van Groupama FDJ kon gelukkig wel gewoon weer verder. Dus ja, zal misschien wat verwondingen hebben, maar is wel gewoon weer doorgereden. Op 2,5 kilometer voor de finish was het klaar voor Van Avermaat en Kloegen. Hun werden ingerekend door een peloton dat met volle vaart daar ging in Châteauroux. 500 meter voor de finish komt de Koning Quickstep via links en rechts komt de ploeg van Philipsen, Melier, Van der Poel, Alpecin Phoenix. Van der Poel gaat naar achteren, hij heeft zijn werk gedaan en zo was de beurt aan de andere mannen van Alpecin Phoenix. Dan komt Tim Melier op kop voor Jasper Philipsen met Cavendish in het wiel, al een etappe gewonnen en daarachter Cavendish, Nasser Bouhanni die ook graag ritzegen wilde pakken. Maar dan wordt Tim Melier even gehinderd en Jasper Philipsen krijgt daardoor ook een zetje. Maar het is toch de ijzersterke Mark Cavendish die voor Philipsen en Nasser Bouhanni en zo de 31ste zegen in de Tour de France geschiedenis voor Mark Cavendish. Echt van klasse hoe Cavendish deze sprint heeft gereden. Anderen kwamen er dus niet echt aan de pas. Ja, Philipsen kreeg een zetje. Als hij dat zetje niet had gekregen van Melier, dan had hij misschien nog wel het Cavendish lastig kunnen maken. En weer een ereplaats voor de Fransman van Arkea, Nasser Bouhanni. Dan gaan we kijken naar de top 10 van de zesde etappe. Mark Cavendish op 1, Jasper Philipsen op 2, 3, weer een ereplaats dus voor Bouhanni. 4, Arnaud Démare, 5, Peter Sagan, 6, Nederlander Kees Bol, 7, Tim Melier, 8, Wout van Aert van Jumbo-Visma, 9, Michael Matthews en 10, Mats Pedersen komt ook de top 10 afsluiten. In het algemeen klassement zijn er geen verschuivingen. Ik kan die nog wel even in beeld brengen als je op stop wilt zetten. Kan je nog even kijken dus naar het algemeen klassement, maar daar geen verschuivingen. Dat gaat morgen allemaal gebeuren in een
249 kilometer lange rit naar Le Crozat. Een echt zware en slopende etappe gaat dat worden. Hopelijk zie ik jullie dan morgen weer bij een nieuwe Tour de France praat. Met hopelijk weer een nieuwe winnaar. Ik zeg zo altijd, ademen! Oh yeah. Tour à tour, tour à tour, tour à tour. Het is de Tour de France en ik ga met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence, naar de Midi-Pyrénées. Ga niet te snel voorbij, ik heb een tafel voor twee. Gereserveerd in Parijs, op de Champs-Élysées.